Hallo, wat leuk dat u weer afstemt op 6FM. Het is weekend en dat betekent natuurlijk weer dat wij het nieuws gaan doornemen van afgelopen week. De onderwerpen van deze week zijn: geen Mac op deze plek, opening Marktplein, Rick gaat vloggen, renovering Bloemenbuurt en de voorspelling van het weer. Ik ben Nikki Cardin en welkom bij het Weekjournaal. In jouw straat een eigen fastfoodketen, dat is voor veel jongeren een droom, maar veel volwassenen denken daar anders over. Op de Vreelandseweg in Hilversum werd dinsdag een protest gehouden om een fastfoodketen tegen te gaan. Het is de mensen die over de rotonde rijden, die hebben nog niet allemaal weet van het feit dat hier een McDonald's komt. Want het hangt er natuurlijk vanaf of ze de plaatselijke kranten lezen. En we willen ze dus alert maken op deze situatie en ze de gelegenheid geven om het kaartje op te sturen. Om aan de gemeenteraad aan te geven dat ze het er niet mee eens zijn, dat ze hier lang genoeg stilstaan. Ik vind het wel goed gaan. En we zijn ook heel snel door de kaartjes heen, dus dat is wel een teken dat er veel verkeer is. Ja. Want anders dan zou dat niet gebeuren. Het is wel zo dat het wat tijd kost, dus mensen hebben ook nog iets op onthoud hiervan. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen, dus we gaan niet in gesprek met de mensen achter het stuur. We hebben ook met de politie afgesproken, want dan hou je de boel op, dat kan niet. Dus we geven echt kaartje, zeggen wilt u opsturen en dat is het. Is er dan de pols hoe mensen reageren, de bestuurders? Nee, de meesten zeggen ik kijk ernaar of dat weet je natuurlijk toch niet wat ze doen. Maar de meeste mensen die doen welwillend wel hun ramen open om het aan te pakken. Een enkeling dan niet, maar de meeste mensen wel, dus dat is toch een goede reactie denk ik. Volgende week woensdag doet de gemeenteraad een uitspraak. Wordt dus vervolgd. Donderdagmiddag werd er in het centrum van Hilversum eindelijk de Marktplein geopend. Het was een feestelijke bedoeling en daar konden wij natuurlijk niet bij ontbreken. De opening begon met een speciale choreografie waarin diverse elementen van de markt en het centrum verwerkt zaten. Zoals winkelend publiek, horecabezoek, de bioscoop en de cityrun. Na de uitbundige choreografie van Fit by Rocks was het enthousiasme bij de betrokkenen niet ver te zoeken. We vroegen aan wethouder Vorink of hij ooit had durven hopen dat het zo mooi zou worden. Gehoopt wel, maar als je hier staat, dan is het toch. Ik vond het toch nog wel mooier. Ik had de fontein nog niet gezien. Wat je dan op dat moment dat je die plannen doet, niet realiseert of is hoe blij je mensen maakt. Ik heb vandaag zoveel blije mensen gezien en dat vind ik eigenlijk het leukste. San Hilversum, iedereen heeft er wel een beetje last van gehad, de verbouwing van dit marktterrein, maar jullie geloof ik van iedereen wel het allermeeste. En dat was natuurlijk ook wel voorzien. Alleen achteraf is het toch wel meegevallen. We hebben drie grote verplaatsingen gehad, drie fases gedurende de bouw. Het is naar alle toch nog wel naar een hoop tevredenheid gebeurd. En zijn er plannen voor nieuwe evenementen nu dit marktterrein er ligt? Ja, de collega Jeger is bezig met nieuw evenementenbeleid. Dit marktplein biedt ons veel meer mogelijkheden, omdat op het oude plein allerlei obstakels stonden van grote raketten waar de stroomvoorzieningen in zaten. Dat zit nu allemaal onder de grond. We hebben watertappunten en zo. Dus we kunnen nu veel makkelijker het plein inrichten om dingen te doen. Dus we kunnen andersoortige evenementen
We zijn ook flexibeler, je kunt sneller op- en afbouwen. Dus ja, er gaan meer dingen gebeuren. Meneer Broertjes, naast een bijzonder trotse wethouder, denk ik ook een bijzonder trotse burgemeester van Hilversum. Ja, het is prachtig, hè, het plein. En met de fonteintjes is helemaal mooi. Die had ik nog niet gezien, dus dat was voor mij ook een unicum. Maar ja, we moeten nu zien dat we het vol krijgen, hè, met evenementen. De markt is natuurlijk mooi, maar de evenementen zijn nog mooier. Dit wordt het centrum van het Gooi, misschien wel van Nederland? Nou, van Nederland durf ik niet te zeggen, maar Hilversum is natuurlijk de centrumgemeente van het Gooi. En volgens mij is dit nu het nieuwe kloppend hart van het centrum. Wat zou er in Hilversum volgens u moeten gebeuren om echt nog veel meer mensen nu naar het centrum te halen? Want het wordt nu wel erg aantrekkelijk natuurlijk. Ja, dat moet zijn verhaal vertellen, hè? Want Maud wordt een hotspot, daar ben ik van overtuigd. En Vida daarnaast, daar tegenover, die met een wijnbar komt en wordt een soort klein stadspark. Dus ja, dat ziet er natuurlijk ook allemaal prachtig uit. Toen ik hier 6 jaar geleden kwam, toen was het één grote desolate partij hier eigenlijk. En nu ziet het er prachtig uit. Dus chapeau voor alle mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Ons Rick, je kent hem wel van het weerbericht, gaat meedoen met de Cityrun. Deze weg ernaartoe legt hij vast door middel van verschillende vlogs. Laten we even gaan kijken naar een stukje van zijn vlog. Goedemorgen. Ja. Dit zijn mijn allerliefste collega's. Timo en Wesley, what's up? Hoe lang moet jullie filmen? Hoe lang moet jij filmen, Wesley? Hey, hoe oud ben je trouwens geworden? 52. Nee, je ziet uit als 32. Mag ik een appelkruimel van jou zometeen? Ja, is goed. Okay. Appelkruimel? Heel graag. Ik weet niet of je komt in de vlog trouwens, vind je het erg? Nee. Oké. Mama. Nou, we gaan ons nu even lekker inschrijven voor de Cityrun. Telefoonnummer in geval van nood. Nou, ik doe lekker het telefoonnummer van mijn moeder. Moet er iets zijn, kunt lekker mijn moeder bellen. Dit is wel wat confronterend. Dan vraagt ze wat voor shirt je draagt. En ik denk gewoon oprecht dat ik maar gewoon voor de grootste maat moet gaan, XL. Nou jongens, het is officieel. Ik doe mee met de Cityrun. Ja? Ja. Nou, dat was mijn vlog weer voor deze week. Hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe een blauw duimpje omhoog, zoals ze altijd zeggen. En vergeet je niet te abonneren. Tot volgende week. Tjus! Leuke vlog, Rick. Wilt u Rick Is de Dik blijven volgen? Ga dan naar ons YouTube-kanaal. En daar kunt u zijn strijd met de kilometers en de kilo's blijven volgen. In de Bloemenbuurt worden momenteel een heleboel huizen gerenoveerd. Wij hebben een gesprek met Wouter Weijer en hij vertelt wat er allemaal gaat gebeuren. De woningen in de Bloemenbuurt die zijn toch wel erg verouderd. En die zijn echt toe aan renovatie. Daarom zijn we nu bezig met de renovatie van de woningen. De woningen stammen uit 1930 en zijn ontworpen door Dudok. Van deze Dudok-woningen in de Bloemenbuurt zijn er 560 in handen van de woningorganisatie Dudok Wonen. Allemaal waren ze toe aan onderhoud en dat merkten de bewoners. Nou, onder andere worden de kozijnen worden veranderd. Het wordt meer geïsoleerd gemaakt, omdat de woningen zijn nogal tochtig. En er is, je hebt veel last van schimmel, dus je moet steeds schoonmaken elke week met allemaal chemische troep. En dat is niet echt lekker. En ze hebben er jaren niks aan gedaan, dus het wordt nu tijd dat het... Dat er eens wat van komt. En er komt centrale verwarming in plaats van gas. En echt elke week moest je schoonmaken? Elke week, ja. Maar omdat het te vochtig is en het tochtte ook het huis en het was gewoon niet goed. Ja, een aantal woningen, zeker in deze buurt, die hebben natuurlijk vanaf het begin best wel lang moeten wachten totdat wij langskwamen. En er zijn lekkages of kozijnen zijn slecht. Daarom gaan we ze ook vervangen. Dus dat geeft het gevoel van de bewoners van we moeten nog een jaar wachten en we zitten nog verder achteraan in de buurt. Dus dat geeft bij de bewoners van we moeten best wel lang wachten. Terwijl het is gewoon een heel groot project. En we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. De belangrijkste dingen die worden aangepakt zitten aan de buitenkant. Deze oude dakkapellen, kozijnen en deuren worden vervangen. Bij de nieuwe buitenkant is tegelijkertijd gedacht aan het oorspronkelijk ontwerp van Dudok. Binnenshuis waren keukens, toiletten en badkamers vaak ook toe aan vervanging. Andere vernieuwingen zijn vaak ook mogelijk, maar daar zit een prijskaartje aan vast. Mensen kunnen kiezen voor een isolatiepakket of cv-installatie, dubbele deuren, tuindeuren aan de buitenkant.
en het bevloeren van de zolder. En daar zit, ja, dat zijn comfortverbeteringen. En daar zit dan een huurverhoging aan vast. Ja, ik vind het wel jammer. We krijgen dan centrale verwarming. Maar toch weer een huurverhoging erop. Terwijl je jarenlang heb je op een houtje zitten bijten eigenlijk hier in de tocht en de kou. En ze willen toch weer geld erbij. De renovaties zijn naar verwachting eind 2017 afgerond. En het is weer tijd voor het weerbericht. Kunnen we deze week de paraplu thuis laten of niet? Rick gaat het ons vertellen. Ja, dat waren een paar flink smerige dagen met een hele hoop regen en een hele hoop wind. Nou, die wind dat valt gelukkig nu wel mee, anders had ik nu niet heel stoer gestaan op dit gladde, krakkemikkige muurtje. Nou, dat vieze weer dat houdt zich komend weekend nog wel aan. Zaterdag en zondag voor de twee dagen waar neerslag wordt verwacht. Met zaterdag is absoluut dieptepunt. De wind valt mee, windje uit het zuiden, de windkracht 4. De voorspellingen voor komende week. De zon breekt eindelijk weer door, maar toch blijft het regenen. Maandag lichte motregen. Deze regen zet zich door tot het einde van de week. Het enige wat ik u aan kan raden is een paraplu. Ja, u hoort het goed. Vergeet dus echt die paraplu niet mee te nemen. Tot volgende week. Bedankt Rick, een leuke tip voor aankomende week. Iedereen is van harte welkom in het Politieke Café op 7 maart in de Vorstin. Dus ga jij voor het eerst stemmen en heb jij nog geen idee op welke partij? De toegang is gratis en de deuren zijn geopend om 19:30. En tot zover deze uitzending van het Weekjournaal. Blijf zeker kijken, want zometeen kunt u kijken naar een filmpje van de renovatie van het Marktplein. Heeft u iets gemist of wilt u misschien iets terugkijken? Ga dan naar onze Facebookpagina en daar vindt u alles terug. Heeft u tips voor de redactie? Stuur ons dan een e-mail. Bedankt voor het kijken naar het Weekjournaal en we zien elkaar snel.